50 jaar ABN AMRO open. Het is 2023 en alles mag weer. De mensen zijn weer volop aanwezig. Dus laten we eens even onderzoeken hoe het is om een dagje van Ahoy te genieten tijdens de ABN AMRO open. Pardon, sorry dat ik u stoor. Hallo. Hey. Hallo, wat een ontzettend vrolijk pak is dit. Jan, dankjewel. Ja, wij zijn Mr. Love op de baan, hè. Ze gaan net weg, ze gaan net weg. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Sorry, mevrouw. Wat hebben jullie gedaan? Wij zijn vrijwilligers van de ABN AMRO. En met een grote groep van 200 kinderen ongeveer hebben wij heel veel plezier gehad. Heel veel leuke spelletjes gedaan en een tennisclinic gehad. Ja. En dus dat hebben we eigenlijk gedaan. Laten we ook even kijken hoe het bij de trainingsbanen staat. Want er wordt hier volop getraind door de grote spelers. En het mooie is, het speelt hier allemaal op de trainingsbanen door elkaar. Gewoon het herentennis, het wheelchairtennis, de dames. Hier zien we Ruben en Michael in een zware trainingssessie. En vlak naast al die trainingsbanen ligt baan 1. Oh, what's your name? Rafael. Rafael, what's your last name? Nadal? Pagani. Ah. Je kunt tijdens het toernooi ook op de foto met je tennishelden, dus ik ga even in de rij staan. Zit de rij? Dit is de rij. Oké, en waar eindigt de rij? Ja, hier. Ben ik nu aan de beurt? Oh, ik ben aan de beurt. Ik hoorde dat ik hier op de foto mag met mijn tennisheld. Mag. Ja, je mag een foto en je mag zelfs een mooie grote poster ook. Voor boven mijn bed. Ja, nou ja, dat is boven je bed wel heel speciaal. Ja, daar ga jij zeker hangen.